De Nederlandse inlichtingendienst AIVD mag iedereen ondervragen omdat het om staatsveiligheid gaat. Maar geldt het ook voor studenten? SP-Kamerlid Ronald van Raak is van mening dat studenten behoren tot een kwetsbare doelgroep en daarom niet mogen optreden als informant. Maar hoe denken studenten daarover? De stelling luidt: de Nederlandse inlichtingendienst AIVD mag studenten niet vragen informant te worden. Ik vind van wel. Nee, ik vind van niet. Ben ik het niet mee eens. Ze mogen studenten natuurlijk wel vragen om informant te worden. Ik zie niet echt in waarom niet. Ik snap niet precies waarom zouden studenten anders zijn dan voor volwassenen. Waarom zouden studenten nou speciaal zwakker zijn? Of waarom zou je die niet kunnen ondervragen? Ik vind het toch wel wat om zomaar voor zo'n grote dienst als een soort van infiltrant te kunnen werken. Ik weet niet of ik het ermee eens ben, want het hangt er een beetje vanaf, denk ik, of er iets tegenover staat voor de student zelf. Stel dat het goed betaald wordt, dan zou ik het zelf ook, nou, wie weet, hè? Vind je studenten een kwetsbare doelgroep? Als het goed is, zijn ze inmiddels wel een beetje volwassen en weten ze wel een beetje van dingen af. Je hebt een hele eigen levensstijl en dat is heel erg leuk. En als je je bezig wil houden met dat soort serieuze zaken als de IVD, dan kan dat wel, maar dan moet je daar wel een beetje van afzien. Nee, studenten zijn mensen die zijn verantwoordelijk voor zichzelf, die wonen vaak op zichzelf, die kunnen zelf bepalen wat goed is, wat niet goed is. Ik denk dat die dat prima kunnen doen. Het enige wat ik kan bedenken is dat we misschien heel veel bier drinken en dat we daardoor misschien wat minder, ik weet het echt niet. Ik zie het echt gewoon, ik snap het niet waarom daar een onderscheid tussen wordt gemaakt. Medewerkers van het AIVD die deden zich eerst voor als ambtenaar van Binnenlandse Zaken bij de ondervraagde student. Wat vind jij hiervan? Ik kan me voorstellen dat in de beginsituatie daar misschien een beetje voorzichtig mee omgegaan moet worden. Maar het lijkt me niet de bedoeling dat iemand die daarvoor gevraagd wordt de hele tijd in de veronderstelling is dat het om een gewone ambtenaar gaat. Dus dat moet wel wat openheid in zijn, denk ik. Dat vind ik raar. Ik bedoel, je bent van de AIVD, dan moet je niet zeggen dat je van iets anders bent. Dan moet je wel gewoon eerlijk zijn waarvoor je hier bent en wat je wil bereiken. Dus dat vind ik raar. Dat vind ik denk ik niet helemaal oké. Ik vind dan dat ze de boel een beetje blazeren. De studenten kregen vragen over China, Egypte, demonstraties en krakersbijeenkomsten. Wie zou de AIVD beter kunnen ondervragen in plaats van de studenten? Zo, goede vraag. Ik denk dat ze eerder dan bij historici of bij bijvoorbeeld of krakers zelf. Of tenminste als je over Egypte en dat soort dingen praat bij mensen die er wat meer te maken hebben. Studenten, ja, ze hebben over het algemeen best wel een groot internationaal netwerk als ik kijk naar mijn eigen vrienden. En zijn ook best wel goed geïnformeerd over issues. Ik zie in dit opzicht wel waarom ze voor studenten kiezen.